Onno Innemee in Onno op bezoek. Onno komt op bezoek. En waar gaan we op bezoek? Dekker Warmond. Jaren geleden heb ik hier gesquorst. Ik ben wat ouder geworden. Ik ga eens kijken wat ze hier nu allemaal doen. Goeiedag. U ziet er belangrijk uit. Ja, dus u bent hier. Belangrijk ben. Je bent de directeur hier? Ja, klopt helemaal. Ja, directeur hier van het bedrijf van zowel Dekker Warmond als Dekker Zoetermeer. En we zijn nu in Warmond. Oké, nou, ik heb jaren geleden ging ik hier squashen. En ik dacht, hoe staat het op dit moment met Dekker Warmond? Kunt u mij daar iets meer over vertellen? Kunt u me dingen even laten zien? Ja, natuurlijk. Ja. Wat we doen, we hebben veel gedaan de afgelopen jaren. Veel verbouwingen gedaan. Squashen hebben we zeker ook nog. Dus achter in het gebouw. Zullen we gewoon gaan kijken? Of is daarvoor? Lopen we daar even heen? Ja, tuurlijk. Kom gezellig mee. Kijk, alle dames voor de tenniscompetitie zijn er ook helemaal klaar voor, zoals je ziet. Dames, u kan hier tennissen. We hadden 3 tennishallen en wat we in de achterste hal gedaan hebben, daar hebben we nu padelbanen gebouwd. Oh, daar heb ik wel veel over gehoord. Dan moet ik het gordijn even open, want dan ziet het er wat geweldig uit. Mooi geluidje erbij. Oh, dat ziet er prachtig uit. Nu, sinds 2 weken ook padelbanen binnen. We hadden al padelbanen buiten 3 en we hebben er nu ook 4 binnen. Ze zijn nog niet helemaal gereed, maar vanwege de grote vragen hebben we gezegd, kan in ieder geval gespeeld worden. Dus de vloer moet nog gedaan worden en de verlichting. Maar verder is het helemaal top. Dus elke avond is dit volop bezet. Zowel binnen als buiten nu. Ik hoor in de kroeg heel veel verhalen over dat ook oude mannen die gaan ineens padellen. Dus is het wat voor mij? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, je bent niet zo oud toch of wel? Ja. Nee, maar padel is heel laagdrempelig. Dus voor iedereen echt toegankelijk. Dus dat, weinig techniek voor nodig. En doe je dat met z'n 4? Ja, 4. 2 tegen 2. Dus een combinatie tussen squash en tennis. En wat ik al zei, heel laagdrempelig. Conditioneel niet heel erg, techniek niet heel erg, maar gewoon heel leuk. En wat we heel erg zien is, na het padel, biertje, bitterballetje. Altijd goed hier in een van onze restaurants, dus dat zien we heel veel gebeuren. Dan kom ik padellen, ja zeker. Zeker. Ja. Even kijken hoe dat eruit ziet, het is glas. En dat zand, dat hoort op de grond? Ja, zand hoort erbij, een beetje voor de grip en om het goede gevoel te krijgen. Er bestaan zelfs speciale padelschoenen, padelrackets, maar dat zand hoort erbij. Dus dagelijks zijn we dat ook weer aan het verplaatsen en aan het doen, zodat de grip goed is om het goed te spelen. Nou, lijkt me prachtig. Wat heb je nog meer te laten zien hier? Moeten we eigenlijk weer even terug. Moeten we helemaal terug. Hoe is dat ontstaan, dat padel? Ja, dank u. Nou, padel komt eigenlijk uit Zuid-Amerika. Daar is het ooit gestart. Heel snel overgewaaid naar Zuid-Europa. Spanje is al de tweede sport van het land. Dus heeft het tennis al ingehaald. Zo. En dat verwachten ze eigenlijk ook hier, dat het tennis in gaat halen. Dus vandaar dat we er ook mee gestart zijn. Het komt nu als paddenstoel ook uit de grond door alle padelbanen. Bowlen. Is dat nog steeds populair? Je zou zeggen dat dat een soort passé is, maar dat is het absoluut niet. Wat we heel erg zien, we hebben dit een beetje vintage ingericht. Het is nu 3 jaar geopend. Maar zeker vrijdag, zaterdag, zondag is dit echt volle bak met eten erbij. We hebben hier een open keuken. De groepen sportbowlers komen er ook. Die hebben we ook veel. Maar heel veel recreatie. Dus eerst een uurtje bowlen, daarna eten. Of in dit restaurant of in Lucky's Next Door. Evenementen, 50 personen, 50 personen bowlen, daarna een buffet in de zalen. Ik durf bijna niet te vragen, maar mag ik een balletje gooien? Van mij wel, ja. Gaan we het even proberen.
Meneer Dekker. Nou, het is eigenlijk veel... Het is klaar nu, of niet? Het is veel eenvoudiger dan ik had gedacht. En groot. Het ziet er veel moeilijker uit, maar als je het zelf op de baan staat, gaat het eigenlijk vanzelf. Ik heb wel een beetje last van mijn arm. Komen hier vaak ambulances na afloop? Nou, dat valt op zich wel mee. Alleen bij de mensen die geen conditie hebben. Die nooit sporten. Ja. Ik ga een biertje drinken. Bedankt. Gedaan. Dit was een bezoekje bij Dekker Warmond. Je kan hier eigenlijk van alles doen. Padellen, bowlen, maar ook een biertje drinken. En dat is toch meer mijn ding, denk ik. Tot ziens.